Trasi pa boto de. Trasi. De peta boto sa mata we jopo. De mai nak mata dok? Ini si de mai wasa mata. Ah. Selain si wadai ngopo e tap kiwa aja. Tapi dengan mai wasa mata. De mam stop. De mai para. De mam stop de mana mara boto. Para. E umera ano. Ik heb gezien 8 scallions en van diverse eigenaren. En ik heb ze in actie gezien, hun dredgeactiviteiten. Ik heb de omvang gezien van die plooi eigenlijk, van het vuil water naar het meer toe. Ik heb gezien dat in het midden van het meer het nog een beetje vers is, maar de randen die zijn zo goed als vervuild, kan je zeggen. Het is maar een eigenaar, goed ja. Ik heb een keer doen hoe dat is te dragen. Sarafina. Oh, oké. Okay. Ah, o dia. Por dia. Não, fala a verdade. Espero dar você estar para trás. Isso é 10 de novo. Qual? Claro, 80 gram per dag. Ik ben eigenlijk verrast met wat ik heb gezien. Als ik kijk naar de magnitude en de omvang van de operaties van de scallions op het meer, dan ben ik echt verrast. Ik ben ook verrast om te zien wat er allemaal gebeurt met het water. Natuurlijk zie je het een en ander op social media, mensen plaatsen foto's en zo. Je hoort de geruchten, de klachten van de assembleeleden. Maar ik ben blij dat ik zelf naar hier ben gekomen en ik heb gezien en ik ben totaal verrast. Hier wordt ook gevist, hè? Tucunaris, et cetera. En dat is dan ook voor het milieu niet zo verstandig wat zich hier voltrekt. Want dit is natuurlijk woelen en de modder en dingen door het water heen te krijgen. Je ziet ook gelijk het verschil. Dus het is ook een voedingsbron voor de mensen die hier wonen. En niet eens de mensen die hier wonen alleen, want veel mensen komen vissen op het meer. En je begrijpt dat dat ook allemaal voor het ecologisch systeem niet goed is. Dus we moeten hier zonder meer ook naar kijken. De 4 dorpen die echt last ondervinden van dit vraagstuk zijn Lebidoti, Baku, Pisinga en het dorp Bronsweg. Is u ook medegedeeld hoeveel scallions er zouden zitten? Jawel, zelforiëntatie eerder had ik gedacht dat er een stuk van 8 scallions waren. Maar nu heb ik begrepen dat we zitten tussen in de buurt van een stuk of 13 scallions. Ik vind dat er een collectieve verantwoordelijkheid moet zijn. De binnenlandbewoners die klagen wel dat zij er de dupe van worden. Maar het blijkt dat uit hun eigen gelederen er hand- en spandiensten verleend worden. En eigenlijk hun eigen mensen worden uitverkocht. En dat gaat rigoureus aangepakt worden. Dat kunnen we niet toestaan. Dat is anarchie en we zijn niet voor anarchie. Hoi, waar is hij? Ik ben Utak asanis moet stop jongen. Maar uno take next in beslag. Uno vernietig next. Uno doe noan san jaso. Afverantwoordu de na juma. Dis jaso. Activiteiten dus moet stop per direct. En a brief di si. Me giu fu giu. Yu eigenaar fu ala den tu scallions di si. We hebben dus nu alle 8 scallions stopgezet. Ze mogen niet meer dredgen en we hebben dus de eigenaren per brief uitgenodigd voor een gesprek bij mij op kantoor. Op een 15 september om 7 uur 's avonds gaan wij dan met elkaar praten. Suma aba askalian ja drape foskalian de ja zo ina pis disi. En sauwani a briefi disi moest gona meneer Pieter Peneu, a eigenaar voor de voor disi. Dan je ging 15 september, 7 uur, aan Muscona, Mina Kantoor of Kovergader. Het is natuurlijk dat mensen verrast zijn door onze komst, maar je hoort ook de klinkende namen die vallen. En het lijkt mij dat het belangrijk is dat je door overleg, door gesprek, toch probeert te komen tot een soort oplossing van dit hele probleem. Sarafina, Sonny. Is dat hier de Sarafina? Sí. Sarafina.
Zuma aba asanya. Sunil of Sarafin. Di kesaki. Di kaya draga. Is doos. Sarafin lang as Sunil. De bedoeling is uiteindelijk dat je tot een duurzame oplossing komt. En die duurzame oplossing zal aan de tafel gevonden moeten worden. In ieder geval geen Wild West dingen meer. Geen dingen die erop lijken alsof er geen orde meer in dit land is. Alsof het staten in staten zijn of een staat in een staat. Dat kunnen we niet tolereren. Alles wat we nu hebben gezien is alleen maar Maxigoed. Is zo werken samen? Ik heb begrepen dat er vergunningen zijn. Maar ja, hoe kan je een vergunning hebben als je mobiel bent? Want waar ga je mee naar? Dan moet je een vergunning hebben voor het heel meer. Ik sta ook voor stel dat ik hoor dat er vergunningen zijn. Er zijn een, dingen, GMD zou bepaalde dingen hebben gegeven. Ik hoor dat concessies doorlopen tot in rivieren, kreken, meren enzovoort. Ik hoor dat bepaalde gebieden toegeëigend zijn. Dit is anarchie. Dit is anarchie. En dit is niet bevorderlijk voor onze nationale veiligheid. Dat gaan we niet toestaan. Asani is nog aan gozer door dat ik ook een lukut idee en daarom wordt stop aan roko. We kunnen plannen aan de governo, moeten persoon reclamen. Ik ga dus dragen aan de Bahas. Het is wel belangrijk dat alle eigenaren in hoogst eigen persoon komen. We gaan niet dealen met vertegenwoordigingen tussen personen. De eigenaren moeten zelf komen om dit probleem op te lossen. Mochten ze niet komen, welke stappen zal u dan ondernemen? Nou, dan is de weg open voor, voor hardere maatregelen. Verwijdering? Nou, verwijdering dat gaat zeker plaatsvinden. Maar we moeten kijken bijvoorbeeld wie we aansprakelijk gaan stellen voor deze milieuschade en hoe het hersteld kan worden, want dit is te gek. Wat ik wel kan garanderen is dat het stuwmeer compleet eigenlijk een soort beschermd gebied wordt en niet meer scaliansen eroverheen zullen gaan en zullen dredgen. Omdat het meer op deze manier geen kans krijgt om zich te verversen en natuurlijk met alle gevolgen van dien. Het is een historisch moment. We hebben vaker geroepen dat de ministers, de mensen in de uitvoering, moeten zich zelf gaan oriënteren en niet op een achter een bureau zitten en rapportages binnenkrijgen. Als je zelf dit meemaakt, dit beleeft, dan zeg je van nee, dit kan niet. Zo kan je niet verder. En we zijn blij. Het is vele keren die ik naar het stuwmeer ga. Ik ben vaker op Sarakri. Maar één ding is zeker. Je gaat naar die scallions en je vraagt wie hier zeggenschap heeft. Je weet nooit van wie ze zijn. Maar vandaag de dag kunnen we zeggen van er is niks meer te verbergen. Dus vanaf nu, alles aan stop. Alamala, Saabi, Scallion, Jatapa meer. Moest contact naar mij, Tapa CMD. 15 september, 7 uur zaterdag. Amanom sen rokomang, amamus go straight. Dan wo takatori, dan wo luku fawa fenwa bo aplossen. If amano kom, dan pos problemo.